wij zijn degene die het signaal moeten geven. Laat dat duidelijk zijn. Jullie zijn de helden. Jullie gaan het doen. Let's go, here we come. Ik doe hier mee omdat het voor mij echt een demonstratie in de originele zin van het woord is. In de zin dat het iets laat zien, hè, van laten zien dat dingen anders kunnen. Zeker deze week hebben politici het vaak over wat politiek mogelijk is, realistisch. En vooral ook wat ook niet zo gaan realistisch en mogelijk is. En ja, ik denk dat zo'n toch laat zien dat het die tijd uitmaakt wat mogelijk is. En dat er omgaat wat nodig is. Voor mij geeft het echt aan dat zo'n soort mindset nodig is om de klimaatcrisis echt aan te pakken. Ik vond het een hele leerzame excursie, waar ik mezelf behoorlijk ben tegengekomen. En dat is op zich is dat gewoon heel, daar ben ik eigenlijk heel gelukkig mee. Op dat moment niet, maar naar de hand terugkijkend wel. De eerste dag was een marteling. 80 kilometer was onder die omstandigheden en voor de eerste keer met die heuvels kennis maken. Het was gewoon te gek. Dat was helemaal kapot. Hallo, hallo! Wij hebben weer pech hoor! Maar de volgende dag, toen we hadden besloten, naar aanleiding van de eerste dag, om mijn bagage met de van mee te geven, toen ging het fluiten. Het is een mooi land. Heel veel heuvellandschappen en het werd steeds meer herfstkleuren. En dan ja, die schapen in de weides en de riviertjes en de meertjes. Wat voor mij persoonlijk een reden was ook, is omdat ik graag in contact kom met mensen die ook veel bezig zijn met het klimaat en horen wat hun gedachten erover zijn. En ik vind het een hele leuke actie, een hele mooie actie om op een positieve manier tegen je omgeving te zeggen van ik ben hiermee bezig, ik vind het heel belangrijk, zo belangrijk dat ik in november naar Schotland ga fietsen. En dus jullie kunnen ook wat doen, weet je wel, loop mee met de klimaatmars in Amsterdam. Natuurlijk die gastvrijheid ook aan het eind bij het laatste adres waar wij met z'n dertigen de hele vloer bezaaid met mensen. Ongelooflijk, ja, dat ze zo hun huis gewoon vrijgeven aan een stelletje fietsers. Ik dacht dit keer, nou moet ik eens wat doen, want ik heb kleinkinderen en kinderen en het gaat gewoon niet zo lekker. Toen heb ik me ingeschreven en daarna werd ik een beetje zenuwachtig, dat ik dacht, oh god, kan ik dit allemaal wel? Maar het is goed gegaan met heel veel hulp. Iedereen die zo lief is en een duwtje in je rug geeft als je het niet meer kan omdat je benen opgeven en een soort van groepsgevoel dat toch ontstaat. Je kent niemand, maar iedereen vangt iedereen op. Dat vond ik heel bijzonder. En de wereld verandert zo snel. Die zeespiegel, nou ja, noem maar op. De arme landen die straks niks meer te eten hebben omdat ze niks kunnen verbouwen. Er moet nu iets gebeuren. Ik heb hier geen effect. Maar ik heb wel effect dat mensen om me heen ietsje bewuster misschien gaan kijken naar wat er gebeurt.
vind het wel echt goed om te zien dat er zoveel mensen van zoveel verschillende achtergronden hier aan meelopen. Dat is, ja, wat mij betreft, onwijs waardevol. En dat moet er alleen nog maar meer worden.